Hallo, welkom bij het wekelijkse Q&A van Woerden TV. En vandaag heb ik een best wel bijzondere gast, vind ik zelf. Het is postcommandant van de Woerdense brandweer, William van Leeuwen. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je tijd wilde maken om bij ons te zijn. Nou, genoeg is geheel aan mijn kant. En je kent de opzet. 30 minuten live, goed gesprek. En als mensen dingen van je willen weten, dan kunnen ze dat hier onder in beeld op Facebook kunnen ze dat kwijt. En dan speel ik ze meteen, de vragen speel ik meteen aan je door. Ja, nou prima. Weet wat je kan verwachten. Ik ben er klaar voor. Nou ja, de eerste vraag, het is een beetje schot voor open doel. Wie is William van Leeuwen? Wie is William van Leeuwen? Ja, nou ik ben een geboren en getogen Woerdenaar. Ik ben nog 57. Mooie leeftijd. Ik word 58 in juni. Ik heb een vrouw en twee dochters, Chantal en René, en mijn vrouwtje heet Lia. En ik heb inmiddels twee aanstaande schoonzoons, dus, en een hond, en een heel klein hondje. En ik heb een paar kippen, die lopen achter los in de tuin. Dus het is een heel gedoe mee, de familie van Leeuwen. Klinkt dus een vol en druk gezin. Ja, maar gewoon wel gezellig. En je hebt een baan, je bent de sales manager ook nog? Ja, nou ik ben manager sales, zo noemen ze dat. Dat is iets anders? Ik ben manager van de sales afdeling bij Mitsubishi Motors. Mm-hmm. Dat is de distributeur voor Mitsubishi voertuigen in Nederland. En geef ik leiding aan een afdeling. En dat is de buitendienst, de sales afdeling zeg maar. En heb ik binnen ook nog wat mensen zitten die zeg maar wat administratie doen en dergelijke. Ja, maar je bent hier vanwege je bijbaan. Ja, inderdaad. De bijbaan, ja. Ja, ik doe dat part-time, zeg maar, bij de veiligheidsregio. Dan ben ik part-time officier. En binnen die functie ben ik dan postcommandant. Ja, want de brandweer draait eigenlijk op vrijwilligers. Maar vrijwilligers is niet helemaal het goede woord, toch? Nou, is niet het goede woord. Ik benader hem altijd een beetje anders. En waarom benader ik hem anders? In Woerden is het is gewoon eigenlijk een part-time baan. Het enige wat je doet is vrijwillig aanmelden. En dan beginnen een soort verplichtingen, zeg maar. Dus je moet voldoen aan je oefenavonden, aan je trainingen. Allemaal dat soort dingen. Dus het is niet helemaal vrijwillig. Maar de naam vrijwilliger wordt in Nederland nog wel gebezigd op die manier. Maar eigenlijk moeten ze die, naar mijn mening, veranderen in part-time brandweerman. Want het vuur is niet minder heet. Het water is niet minder diep voor duikers. De ladder is niet minder hoog. Dus we krijgen gewoon dezelfde opleiding. En ik vind de term vrijwilliger iets te kort doen aan hetgeen wat wij als brandweer doen. Ja, het is niet zo van, mijn pieper gaat, even kijken of ik zin heb. Nou, nee. Integendeel. We verwachten wel actie van je. En ik denk dat we daar zo nog op terugkomen. Dat weet ik wel zeker. Daar heb ik een paar pittige vraagjes over. Ja, je bent postcommandant bij Brandweer Woerden. Hoe word je dat? Hoe ben je ooit begonnen? Was het dat je op een dag opstond en zei, mama, later word ik brandweerman? Nou, dat is wel een droom van de meeste kleine jongetjes, denk ik. Hè? Want dat wordt dan wel gespeeld. Maar ik ben er toch een beetje anders in gerold. Ik werd gekeurd voor dienst. En ik zou bij de marine komen. En mijn lichting is helemaal geskipt. En ik zou bij de bescherming bevolking noemen, de BB. Mm-hmm. Nou, een beetje saai club mensen vond ik dat. En daar had ik eigenlijk helemaal geen zin in. En ik kende wat mensen die hier bij de Woerdense brandweer zaten. En daar ben ik eens mee in gesprek gegaan. En zodoende ben ik eraan gekomen. En ben ik eens wezen kijken een avondje. En heb ik gesolliciteerd. En was ik na het eerste gesprek ben ik aangenomen. En toen was ik 19. Dus dat is bijna 40 jaar geleden. Dat is bijna een jubileumfeest. Ja, op 1 januari 2019 ben ik 40 jaar in dienst. En dan kom je daar binnen en je doet je opleidingen en je denkt, nou, je voel ik me thuis. Dan begin je als wat? Ja, toen die tijd begon je zeg maar als brandwacht. Zo heette dat toen. Het heet nu manschap. En deed je alle opleidingen zeg maar in modulevorm. Dus brandbestrijding, hulpverlening. Je ademlucht, lopen, duiken, pompbediender, instructeur, nou ja, noem maar op. Al die opleidingen heb ik eerst gedaan, allemaal. Dus bijna alle praktijkopleidingen heb ik wel gevolgd. Daarna ben ik aan de officiersopleiding begonnen.
En die heb ik in Engeland gevolgd. En dat was in Moreton in Marsh. Daar heb ik 14 dagen gezeten. En daarvoor een half jaar hier in Brabant ergens. In Son was dat volgens mij. En zo ben ik steeds verderop gegaan. Maar waarbij dat praktische gedeelte mij altijd wel het meest lag. Alleen doordat je wat ouder wordt, zeg maar. Dan verander je interesses. Mm-hmm. En toen heb ik eens gedacht van, nou, ik zal het wel leuk vinden om de laatste 10 jaar, zeg maar, leiding te geven aan het korps. Nou, die gelegenheid deed zich voor. Ik heb mijn vinger opgestoken en ik ben uitgekozen. Door de leden. Dus, en hoe lang is dat nu geleden? Dat is bijna 10 jaar geleden. Oh, dus ja. Je zit alweer 10 jaar bij je postcommandant. Precies, ja, klopt. Je stipt het net wel even aan. Je hebt een module duiken gevolgd en dat vond je zo leuk. Toen werd je brandweerduiker. Ja, dat klopt. Ik heb eigenlijk nooit voor mijn plezier, zeg maar, structureel gedoken in het buitenland bijvoorbeeld. Hè. Geen mooie rifjes? Nou, dat heb ik wel gedaan. Maar dat was niet echt een hobby van me, zeg maar. Dat deed ik meer omdat ik toch dat duikbuffet had. En als ik dan op Curaçao was, toch wel een keertje naar beneden wilde. Waarom niet? Ja, waarom niet? En dat was al helemaal op aarde, want je ziet natuurlijk alles. En hier in de Oude Rijn of in de gracht zie je natuurlijk niks. Dus je ziet nog niet dit. Je ziet je eigen vingers niet. Als je die voor je ogen houdt. Maar dat is dan, als je op zoek moet naar iets of iemand, ook spannend. Ja, je bent nog steeds alleen. En toen ik begon was het nog duiken in een natpak. Natpak? In een natpak, dat betekent dat als je het water in gaat, dat alles nat werd. Dus zo'n pak loopt eerst vol. Mm-hmm. Daarna gaat het naar je lichaamstemperatuur staan. En dan blijf je warm. Maar tegenwoordig duik men in droogpakken. Dus het is iets comfortabeler. En toen ik begon had je ook geen communicatie onder water. Dus alles deed je met de lijn. En met de lijn werd je naar links, naar rechts, naar achteren, naar voren gestuurd. En tegenwoordig heb je communicatie. Dus kun je praten met de duiker die onder water ligt. Maar dat was heel Spartaans. Ik kan me de eerste duik nog herinneren. Die was op 2 maart 1983 bij de beroepsbrandweer in Gouda. En daar werd ik het water ingestuurd in een te groot natpak. Dus dat betekent dat het helemaal vol loopt. Het water was ontzettend koud. En ik dacht dat ik beneden was, maar zat ik maar zo'n stukje onder water. En toen werd ik even naar de kant geroepen door de instructeur. En die zei van, nou, doe je rits maar open. Lood aan die kant erin en lood aan de andere kant erin. Rits dicht, afzwemmen en nog een keertje. En toen kwam ik op de bodem. En die tijd die vergeet ik echt nooit meer. Toen dacht ik van, nou, dat gaat niet worden. Maar uiteindelijk heb ik toch het examen gehaald. Je wordt wat vrijer in het water in de loop der tijd. Het water wordt wat warmer. Het wordt lente. En dus dan voel je je wat vrijer. Maar in het begin dacht ik van, nou, dat wordt niks. Het is wel heel, het is wel een heel apart beroep. Ja. Zo'n brandweerman worden, dat is echt wel een beetje een jongensdroom voor heel veel jongetjes. Wat heb je qua karaktereigenschappen en fysieke eigenschappen echt nodig om brandweerman te worden? Nou, nu op dit moment, als je nu zou solliciteren, is één ding is donders belangrijk. Dat je van onbesproken gedrag bent. Je komt natuurlijk bij mensen thuis. Als er brand is, je komt privéspullen tegen. Je moet van onbesproken gedrag zijn. Dat bewijs, dat vragen we ook aan voordat we überhaupt ergens aan beginnen. Daarna moet je gezond zijn. Dus je moet een goed gestel hebben. Je moet geen engtevrees hebben, dus geen hoogtevrees. Claustrofobie ook niet, want je krijgt ademlucht op. Daarna laten we je een aantal testen doen. En dat is een assessment, zeg maar. Daarna word je nog een keertje medisch gekeurd. En die medische keuring is redelijk pittig. Maar als je gewoon een normale conditie hebt, dan kun je dat altijd halen. Maar je mag bijvoorbeeld niet blind zijn aan een oog of iets dergelijks. Je moet een goede gesteldheid hebben. En daarna ga je het traject in van 2,5 jaar. En dan word je opgeleid als brandweerman. Nou, dat is best wel een commitment. Ja, zeker, zeker. Vooral als je, even tussen twee haakjes, part-time brandweerman bent. Mm-hmm. Want dan gaat wel een beetje tijd in zitten. Ja. We hebben hier een vraag van de redactie. Dit is een hele goeie. De komende dagen wordt het bijna tropisch warm in Nederland. Dat zal je niet zijn ontgaan. En dan neemt de kans op natuurbranden natuurlijk ook toe, want de aarde is droog en zo. Waar kun je op letten en wat moet je vooral niet doen?
Nou, niet doen is zeg maar roken op de fiets en je peukje wegschieten. Of roken in het algemeen. De berm in, nou roken over het algemeen, is natuurlijk sowieso niet goed. Oppassen met barbecue, vliegvuur, open haartjes buiten. Ja, denk er goed om. En zorg ook gewoon voor je eigen veiligheid. En zorg dat je er of een emmer water of een blussertje bij hebt staan. Zodat dat in ieder geval wel verzekerd is. En wees ook alert op andere zaken, zoals langs het spoor, zeg maar. Hè. Je ziet heel veel bermbranden ontstaan door vonken, zeg maar, van de trein. Nou, kom je dat tegen, meld dat. En dan komen wij even kijken. En dan 9 van de 10 keer is dat met een klein beetje water. Of soms wel met maat 2 of 43 wel uit te maken. Even een vraagje door. Heb je je pieper bij je? Staat die aan? Ja, die staat altijd aan. Dat is mijn vriend. Die heb ik 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Nou, kijk er eens. En ik wil niet zeggen 365 dagen per jaar, maar wel heel veel bij me. En die heb ik dag en nacht. Wat vind je vrouw nou van die vriend? Ja, die is dat gewend. Al heel lang. ik zat al bij de brandweer voordat ik met haar ging trouwen. En ja, die kids en zo en de hele familie is eraan gewend. Ja. Ik loop altijd met dat ding. En, je vrouw heeft je maten erbij gekregen. Ja, precies. Ja, zo is het. Maar hij staat dus aan, dus stel hij gaat nu piepen, dan is het interview afgelopen. Waarschijnlijk wel, ja. Dat is best spannend. Ja, dus wie weet. Nou, het gebeurt gemiddeld 1 keer per dag. Dus, ja? En hij is vandaag nog niet gegaan, gisteravond voor het laatst. Dus, don't jinx it. Ja. Dit is ook nog een vraagje even van de redactie. Die stond toevallig ook op mijn lijstje. Welke situatie of uitdruk in woorden en omgeving zal je altijd bijblijven? Je wist dat de vraag zou komen. Ja, dat zijn er wel verschillende. Maar ik zal er één expliciet even uithalen. Ik zat 2 jaar bij de brandweer. Ik was nog geen duiker. En mijn schoonvader en moeder die woonden toen die tijd in Woerden-West. Zo heette dat. En ik kwam een heel klein manneke van 4 jaar. Die kwam mij helpen met het wassen van mijn auto. Ik had net een nieuwe auto gekocht. En dat kleine manneke, dat kwam naar me toe. En die zei van, hey, mag ik je helpen? Ik zei, ja, natuurlijk. Sponsor gepakt en weet ik het. En na 2-3 minuten was hij het zat, dus hij ging weer weg. En ik zit 's middags op de kazerne. En 's middags om 2 uur gaat hij piepen. En een duikalarm op de Rijnkade. En toen hadden we dat manneke boven water. Ja. En dat is me wel even bijgebleven, ja. Dat is me wel een tijdje bijgebleven. Dat kan ik me voorstellen. Ja, dat zijn heftige dingen, ja. Ja. Vooral omdat dat zo dichtbij komt. Ik kende hem al een beetje als een donderstraal, zeg maar, dat jongetje. Ja. En dat zijn wel dingen die je dan wel raakt. En zo zijn er nog wel... er zijn natuurlijk heel veel incidenten die ik heb meegemaakt. Bij het hospice ook een keer een dingetje. Dan komt het zo dichtbij en er is iemand dezelfde leeftijd, weet je wel. Mm-hmm. En dat grijp je dan aan. En wij hebben ook gevoel. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, precies. Het zijn dus eigenlijk niet de grote indrukwekkende branden, maar het menselijke aspect van de uitdruk. Nou, het menselijke is natuurlijk, als iemand of als iets plat brandt, is natuurlijk heel vervelend. En dan kunnen natuurlijk wel hele nare gevolgen aan zitten. Maar als daar geen persoonlijke ongelukken mee gemoeid zijn, dan heb ik daar zelf niet zoveel moeite mee, omdat het materiaal is wat vervangen kan worden. Maar als er onder dat puin, zeg maar, iemand ligt, dan doet je dat meer dan dat het alleen maar een gebouw is met inhoud. Dat menselijke, vooral kinderen, dat went nooit. Dat went echt nooit. Nee. Zelfs niet na 40 jaar? Nee, zeker niet. Nee. Ga je op een gegeven moment wel mentaal tegen wapenen? Praat je er veel met elkaar over? Vroeger was die brandweer echt een macho cultuur. En dan moest je niet zeuren, weet je wel. En dan, we hebben toen die tijd ook heel veel treinongelukken gehad bij Harmelen. Want Haanwijk was toen die tijd grondgebied van Woerden. Mm-hmm. En de bewaakte overweg die ernaast zat, was grondgebied Harmelen. En op Haanwijk, daar gebeurden heel veel ongevallen. Fietsen zonder de trein, auto's, gezinnen. Ik ben er misschien wel 30, 40 keer heb ik dan misschien wel gestaan. Dus dat zijn wel heftige incidenten die je toch wel bijblijven. Ja, en ook na 40 jaar, zeg maar. Ik denk namelijk dat je een rugzakje op je rug hebt. En
alles gooi je daarin. En op een gegeven moment raakt hij bij iedereen, wie je dan ook bent, raakt hij in mijn optiek wel een keertje vol. Dan ben je er klaar mee, weet je wel. En dan, ja. Aan de andere kant is het nu wel zo dat we er heel veel over praten. We hebben een bedrijfsopvangteam, zeg maar. Waarbij ik zelf ook aanwezig ben in dat team. En we praten er heel veel over, wordt heel veel geëvalueerd. We houden ook mensen in de gaten. Dat we denken van, joh, zit hier wel helemaal lekker? Praten we nog eens met elkaar? Drinken we eens een extra kopje koffie? Of we bellen hem eens een keer, weet je wel. Op die manier gaan we daarmee om. Maar dat macho is er wel een beetje af. En daar ben ik wel blij mee. Komt ook omdat de vrouwen met de branden zitten. Werkt toch een beetje mee, hè? Ja, dat werkt mee, ja. Je weet ook die gevoelige snaar te raken, weet je wel, van... Joh, doe niet zo stoer, je bent helemaal niet stoer. Want je zult best ook wel mee zitten. En zo gaat dat een beetje. Ja. En hoe is de verhouding mannen en vrouwen nu op brandweerposthoorden? Scheef. we hebben drie dames. Drie. Drie dames op 43. Ja. Scheef is scheef. Misschien niet eens het goede woord. Nee, nou. We zoeken wel wat dames, zeg maar nog. Die kunnen we wel gebruiken. Mede om die damesploeg lekker te versterken. Iedereen. Maar als je zin hebt en je hebt tijd, gelegenheid en je bent actief, dan van harte welkom. Ik heb hier nog een mooie vraag. Hoe vaak, je zei het al, zo'n één keer per dag. Hoe vaak rukken jullie nou per dag, per week uit? We hebben jaren gehad dat we 600 uitrukken hadden in een jaar. Nou, dat is op 50 weken. Dan zijn dat er 12 in de week. Mm-hmm. Dus dat is bijna 2 keer per dag. Inmiddels zijn er heel veel automatische meldingen af. Daar zijn we heel blij mee. Dat die eraf zijn, want dan hoef je niet en om 2 uur en om 4 uur je bed uit. 'S nachts. We zitten nu op 5 keer in de week, denk ik, zo'n beetje. 250 per jaar ongeveer. En het fluctueert een beetje. Hebben we het dan over categorieën kat in de boom of categorie totelos? Alle uitdrukken bij elkaar. Dus of dat nou duiken is, dat is ook assistentie zeg maar in het district. Mm-hmm. Met duikers, met onze ladder. We hebben nog een groot vermogenpomp. We zijn onlangs nog in Amersfoort geweest. We hebben in Maarsen nog assistentie verleend. Harmelen, Zegveld, Kamerik, noem maar op, Linschoten. Tot loop ik aan toe, zeg maar, verlenen we assistentie. De andere kant op richting Harmelen. De kant van Kamerik op. En dan Zegveld, zeg maar. En bij hele grote incidenten, nou ik zei het net al, maken we ook onderdeel uit van een peloton. Van een bluspeloton of een reddingspeloton of iets dergelijks. Worden we ook ingezet. En dat kan helemaal, dat kan in Veenendaal zijn, dat kan in Maasbergen zijn, dat kan in Amersfoort zijn, dat maakt niet uit. Ik ben ook wel eens in Schorl geweest voor een duinbrand. Ik ben wel eens in De Lier geweest voor wateroverlast. Heel breed, zeg maar. Ja. Stefan Gomersbach die kijkt met ons mee. Hallo Stefan. Die vraagt zich af, wat zijn nou de leukste kanten van werken bij de brandweer? De samenhorigheid. Daar hoef je niet lang over na te denken. Ja? En het samenwerken en samen de klus klaren. Dat is het mooiste wat je kan hebben. Anders hou je het ook niet zo lang vol als vrijwilligersclub, nee, neem ik aan. Nee, zeker niet. De samenhorigheid is bij de brandweer heel bijzonder. Je moet natuurlijk op en top op elkaar kunnen vertrouwen. En bij het duikteam is dat nog hechter. Ja? Dan ben je natuurlijk helemaal op elkaar aangewezen. Maar sowieso, onze samenhorigheid is geweldig. En dat vind ik heerlijk om te zien. Er zijn ook vriendenclubjes zeg maar, ontstaan vanuit die brandweer. Er zijn ook mensen die structureel met elkaar omgaan en gewoon vrienden geworden zijn, zeg maar. Stellen die met elkaar op vakantie gaan. Echt heel apart, maar wel heel leuk. Mooi. Ja, en dat is echt de leukste kant voor jou? Ja, vind ik wel, ja. Ja. Dus niet eens het heldhaftige of het stoere of kijk mij met mijn ladder? Nee, zeker niet. Zeker niet. In het begin is dat misschien wel zo, maar na 40 jaar heb je dat niet meer. Jesse van Leeuwen vraagt... Wat is de gevaarlijkste brand die je ooit hebt meegemaakt? Ik heb een keer ingesloten gezeten in een danscentrum in de Kluis, samen met 4 collega's. En dat was wel de heftigste die ik ooit heb meegemaakt. En ik ben dankbaar dat ik dat heb gered en dat ik er nog levend uit ben gekomen. Want het zag er aanvankelijk niet goed uit. Ja, dan mag ik vragen wat er dan gebeurde, waardoor je daar klem zat? Ja, dat had
Dat had te maken met een miscommunicatie van binnen naar buiten toe. Je moet een brand eigenlijk zien als een driehoek. Hè? Dus je hebt brandbare stof, temperatuur en zuurstof. En als je één van de drie niet hebt, dan heb je ook geen brand. Dus wij zaten binnen met een tekort aan zuurstof. En op een gegeven moment deed iemand aan de buitenkant twee hele grote deuren open. En dat maakte dat een onderontwikkelde brand, zeg maar, die zuurstof tekort had. Mm-hmm. Waar zuurstof werd toegevoegd. Ja. Er een plotselinge explosieve branduitbreiding kwam. En die kregen wij binnen over ons heen. En ja, we hebben hemel en aarde bewogen om eruit te komen. Maar ik dacht echt dat mijn laatste uur geslagen was. Is dat iets waar je als brandweerman mee leeft? Daar leef je mee, ja. In het begin denk je van, boe. Maar twee weken later hadden we weer een brandje. Ben ik gelijk met ademlucht weer naar binnen gegaan. Mm. Om zeg maar te voorkomen dat ik niet meer... Dat het een trauma zou worden, ja. Ja. Maar ik heb daar nooit iets van overgehouden. Ik ben daar ook wel vrij makkelijk in, moet ik zeggen. Weet je, als iets niet gebeurd is, dan... Ja, je kan natuurlijk alles in je hoofd halen. Maar dat doe ik maar niet. Dat vind ik mooi. Ja. Maar ik bedoel, is het iets waar je iedere keer als je naar een grote brand gaat, dat je daarmee leeft, dat er iets kan gebeuren? Nou, ik hou er wel rekening mee, zeg maar, dat ik ben wel wat voorzichtiger geworden in die zin dat ik zeg maar meer mijn ogen en oren open hou na dat incident. Maar dat geldt niet alleen voor mezelf, maar dat geldt ook voor mijn collega's, zeg maar. Maar dat doen we met elkaar sowieso. We houden elkaar goed in de gaten. Je hebt ook altijd een buddy bij je, zeg maar. Dus je werkt altijd met z'n tweeën. En de ene houdt de een in de gaten en de ander de ander. En zo werkt dat. En dat is met duiken is dat precies hetzelfde. Je hebt een buddy waar je op bent aangewezen. En dat is je maat. Die moet je zorgen dat je die bij je houdt. En zodat hij voor je veiligheid kan zorgen. En andersom. Mooi. Mooi, hè? Ja. Dat is ook een mooi vak. Vind ik echt. Ja, een huiselijke brand staat bijna bij iedereen in de top 3 van grootste nachtmerrie die je kan overkomen. Dus voor de kijkers thuis, stel je wordt wakker, je huis staat in de fik of je wordt wakker van rook. Wat moet je als eerste doen? Nou, zorg eerst dat je als de sodemieter of als de wieder weer gaan naar buiten komt. Met je gezin, uiteraard. Ja. En als half kan iedereen. Alles wat levend is eruit. En bel dan 112 natuurlijk. Dat is wel het belangrijkste. Want dan kunnen we acteren. En dan zijn we binnen de kortst mogelijke keren zijn we bij. Hè? En als dat dan niet gelukt is, dan doen wij ons uiterste best om iedereen eruit te halen die erin zit. Want die rook, dat is de grootste angel van brand, hè? Ja, dat klopt. En helemaal de hitte, zeg maar, die daarbij komt kijken. Die zou natuurlijk je longen kunnen beschadigen. Maar ja, die rook is natuurlijk giftig. En daar knap je niet echt van op. Daarom hebben wij bescherming op. En wij kunnen net dat stapje verder doen. Want waar een ander stopt, gaan wij verder. Ja, precies. En wat kun je thuis doen om... Het is vragen naar de bekende weg, maar ik gooi me er toch even in. Wat kunnen mensen doen om kans op huiselijke brand en aanverwante ongelukken te vermijden? Ja, maak sowieso voordat je gaat slapen je rondje en kijkt of je alle kaarsen hebt gedoofd. Ik ben zelf een kaarsenbrander, zeg maar, omdat ik dat gezellig vind. Mm-hmm. En de open haard en zo. Maar zorg in ieder geval, voordat je naar bed gaat, dat allemaal uit is. En zorg ook dat je vluchtwegen, zeg maar, veilig zijn. En dat je op een makkelijke manier naar buiten kan komen. Ik heb nog meer vragen binnen. Rookmelders, die zijn natuurlijk wel... Laten we die niet vergeten. Die moeten we niet vergeten. Rookmelders, CO-melders, dat soort zaken. Je koopt tegenwoordig voor €15 een rookmelder. En ja, ieder jaar zou je die niet ophangen. En ieder jaar batterijen verwisselen. Ja, precies. Ik heb hier nog een vraag gekregen. Is het nu beter om brandweerman of vrouw te zijn dan vroeger? Is er veel veranderd sinds toen en nu? Ja, er is heel veel veranderd. In de goede en ook in de wat mindere zin. Toen we zeg maar... Toen ik vroeger bij de brandweer kwam, of vroeger, dat klinkt wel heel oud. Toen ik in 1979 bij de brandweer kwam, was de organisatie was anders. Zaten we ook nog bij een andere regio. Zaten bij de regio Gouda, zeg maar. Wat nu Midden-Nederland is. Mm-hmm. Of nee, Hollands Midden is het nu. Toen vielen we nog onder de gemeente. En dat was een andere structuur, zeg maar. De
De toenmalige commandant die zat ook bij raadsvergaderingen en dergelijke. Nou, tegenwoordig is veiligheidsregio Utrecht geworden. De gemeente had hier met zeg maar 38 mensen te maken. En de veiligheidsregio Utrecht is nu 2500 mensen groot. Met 67 posten. Dus dat is best een andere organisatie. Iedereen kende de commandant op het stadhuis, zeg maar. Ik kom er nog wel eens, dus ja, mij kennen ze ook wel. Mm-hmm. Maar dat moet ik wel bewust doen, hè, om daar bewust naar binnen te lopen. Want anders dan, dan verwijt dat, zeg maar, dan is die aansluiting er niet meer. En ik zorg ook dat ik met Victor Molkenboer, zeg maar, gewoon aangesloten blijf. Mm-hmm. Een en twee keer in een jaar spreken we elkaar. En dan zitten er weer andere mensen, die zitten weer bij een veiligheidsoverleg. Bijvoorbeeld mensen van preventie zitten voor evenementen, zeg maar. Dus het is meer verspreid, organisaties anders. Ik wil niet zeggen dat het vroeger beter was, maar de lijntjes waren wel wat korter. Okay. En je zat dichter op de burger. Maar dat was met de gemeentepolitie vroeger natuurlijk ook zo. Maar als we nu kijken naar alle technologie, je had het net in het voorgesprek al over warmtemeters, et cetera, en een hoogwerker in plaats van een ladder. Maakt dat jullie werk makkelijker? Ja, zeker. In de afgelopen tijd is natuurlijk techniek is wel een, moet ik het anders zeggen, zaken die je kan gebruiken om bijvoorbeeld warmte te meten, wat ik al zei, een warmtebeeldcamera. Die hadden we 10 jaar geleden nog niet op de auto, zeg maar. En nu wel. Ja, dus je kan zien bij een schoorsteenbrand waar die nou het heftigst brandt. En vroeger moest je echt gewoon voelen met je handen. En als je daar nu op richt, dan zie je zo hoeveel graden zo'n ding is. En je kan ook zien waar de grootste vuurzee zit, ergens achter in een groot gebouw. Dus dat je daarop kan concentreren. Er zijn allemaal meer technieken, weet je wel. Je kan explosiegevaarmeters hebben we. Er is zoveel apparatuur aan boord. Dus niet beter, maar makkelijker. Nee, het is niet beter, maar makkelijker. Anders, we nemen ook minder risico dan voorheen. In het verleden deden we heel veel binnenaanval. Ook zonder straal naar binnen, zonder water naar binnen. Dus eerst kijken wat er aan de hand is. Kijken of je slachtoffers kon redden. Waardoor je wat makkelijker kon bewegen. Die tactieken en technieken die zijn wel meer vooruit gegaan. We leren ook branden lezen, we leren rook lezen. We hebben een bepaalde structuur, zeg maar, als je aankomt, dat je eerst moet schouwen. Van, nou, is dat nou wel handig om naar binnen te gaan, ja of nee? Want als er iedereen vol met die spuit erop. Nee, precies, dat heeft ook helemaal geen zin. Ten eerste maak je heel veel schade door water. En terwijl een heel klein brandje met heel veel rook, dat maak je misschien met een emmer water uit. En als je daar 3000 liter water in gaat spuiten, ja, dat schiet natuurlijk niet echt op. Dus dat wordt echt gericht gedaan. Ik heb nog meer vragen. Oeh. Ja, Dennis Vermaak vraagt, wanneer begint Woerden aan een beroepsbrandweerkorps? Wat een goede vraag. Nou, Dennis is volgens mij beroepsbrandweerman. Ik ken hem persoonlijk trouwens. Hallo Dennis. Leuk dat je bent, vind ik een hele goede vraag van je. Ik denk dat dat nog even duurt. En waarom duurt dat nog even? Omdat wij als vrijwilligers, hè, dus part-time brandweermensen, uitstekend de uitdruk kunnen garanderen tegen heel weinig kosten. Lijkt mij een duidelijk antwoord, Dennis. Suzanne van Eyck vraagt, wat is de grootste brand die u in Woerden heeft meegemaakt? De grootste brand. Echt met alle toeters en bellen, vlammen, de hele enchilada. Ja, dat was wel, ik denk de sluis. Dat is wel een van de grote branden. De gamma. We hebben nog een keer een hele grote gasontploffing gehad in de binnenstad. Er lagen 4 mensen onder. Dat was wel een van de grote incidenten. En ik herinner mij mijn eerste uitdruk op 28 januari 1979. Dat was tijdens een hele mistige zondagmorgen. Toen zaten er 100 auto's op elkaar hier op de A12. Met 17 gewonden of zo. Ja. En dat was je eerste uitdruk? Dat was mijn eerste uitdruk. Dus je mocht lekker aan de bak? Ja, toen konden we aan de bak, ja. Maar dat was wel een hele aparte meeting. Vuurdoop. De vuurdoop, ja. De Deutsche Feuerwehrwagen.
Hij is nog steeds in Woerden. Ja, we hebben ook een band hè, met die man uit Steinaar. Ja, tuurlijk. Dus dat Duits is ons niet vreemd. Ja, gewoon een heerlijke auto. We hebben hem nog steeds. Ja, hij zou in april toch alweer... dan zou je eigen hoogwerker krijgen. Waar blijft hij? Ja, die, de hoogwerker die wij krijgen, die staat in Utrecht. Dat is de RV605. Dat is dan het roepnummer van dat ding. Daar zou zo'nzelfde Duitse auto als die wij hebben... alleen dan in een hoogwerker variant... die zou in december al of in april al geleverd worden. Dat is wat vertraagd in Duitsland. Dat duurt waarschijnlijk nog wel... ik denk misschien wel 2 maanden. Dus dan moeten hun eerst opgeleid worden op die mooie nieuwe auto. Dan komt die 605 hier naartoe. Gaan wij opleiden op die 605. En als we dan klaar zijn, gaat hij weg. Dus ik heb het vermoeden dat hij nog wel even staat. Maar hij rijdt lekker. Hij rijdt perfect, super. Ja. Er ligt best wel veel druk op de brandweer. Bezuinigingen, verdeling tussen het werk, vrijwillige brandweerlieden of beroeps, et cetera. Inderdaad, aanschaf van nieuw materieel. Hoe laveer jij daar tussendoor als postcommandant, maar ook als mens? Hoe werkt dat? Ja, bezuinigingen. Kijk, iedere gemeente die is aangesloten bij de VRU. En dat zijn er, geloof ik, 67 of zo. Die betalen een x... fee voor die brandweer. Mm-hmm. En dan moeten wij, zeg maar, budgetair mee uitzien te komen. De veiligheidsregio Utrecht die zorgt bijzonder voor ons, helemaal op het gebied van materieel. Dus kijk nou naar die ladder, zeg maar. Daar is dan even iets over te doen geweest. Maar dat ding staat er maar. Hè? Die staat er maar weer, die Duitse ladderauto. Daar wordt absoluut niet op bezuinigd. Inmiddels zijn er ruim 60 nieuwe. Brandweervoertuigen besteld. En wij horen bij de eerste 20 die een nieuw brandweervoertuig krijgen. Eind van het jaar. Dus daar zijn we wel heel blij mee. Pas hebben we nog een mooi nieuw duikvoertuig aangeschaft. Dus perfect. Gaat de nieuwe aanbesteding gaat de deur uit voor de nieuwe hoogwerker of ladder. Ook dat gebeurt gewoon. Dus die investeringen blijven wel lekker doorgaan. En dat vind ik wel belangrijk, want... ons materiaal begon wat ouder te worden, maar inmiddels is er weer nieuw in zicht. Dus op zich, veiligheidsregio Utrecht, gewoon goed wat investeringen betreft. Maar je moet er soms wel zelf een beetje achteraan zitten, wil je daar iets snelheid in krijgen. Maar dat komt ook een beetje door de organisatie, denk ik. Maar je hebt niet het gevoel van het wordt minder, we moeten meer met minder. Het is gewoon, het gaat om veiligheid. Nee, absoluut niet. Veiligheid wordt sowieso niet bezuinigd. We hebben 3 maanden geleden wel allemaal nieuwe uitrukpakken gekregen. We zijn nu in het geel, dat heb je misschien wel eens gezien. Maar er wordt absoluut niet op bezuinigd op dat soort zaken. Ook met opleidingen niet. Dat gaat allemaal perfect door. Realistische oefeningen in het buitenland doen we ook. Aankomende week gaat er weer een ploegje van 8 man gaat er weer naartoe. Dus daar wordt absoluut niet op bezuinigd. Nee. Goed om te horen. Nou, dat is zeker. Ben ik ook blij mee. Hey, mijn laatste vraag, want we zitten alweer over de 30 minuten heen. Maar je praat zo lekker. Oh, kijk eens aan. Je hebt een gezin, je hebt een hond, je hebt een vrouw, je hebt 2 dochters, 2 schoonzonen, kippen, een fulltime baan en je bent parttime brandweerman. Hoe gaat dat? Ja, ik doe er geen moeite voor, laat ik het zo maar zeggen. Het gaat me lekker makkelijk af. En wat je graag doet, dat kost je geen moeite. Dus op zich gaat dat vanzelf. Maar ik span me wel in. Ik kan me ook heel druk maken over bepaalde zaken. Die me niet zinnen, bijvoorbeeld. Ik ben ook wel een manneke die graag zijn zin krijgt. En als je met goede argumenten komt, dan kun je dat omdraaien. Maar anders blijf ik je achter je broek aan zitten. En dan ga ik door totdat ik mijn doel heb bereikt. Misschien een goede eigenschap voor een postcommandant. Wellicht. Maar ik heb een langste tijd erop zitten, hè? 38 jaar. Ja, want hoe lang mag een brandweerman ook weer? Nou, in principe tot 67. Nu. Sinds 7 jaar is dat. Vroeger was dat 60, toch? 55. 55? Ja. En ga je hem volmaken? Die 40 ga ik zeker volmaken. Ja. En daarna weet ik het nog niet. Hangt een beetje van de situatie af. William, mag ik jou heel, heel, heel hartelijk bedanken dat je bij ons was. Ja, bedankt voor je gastvrijheid. Ja. Heel fijn dat je er was. Graag gedaan. En heel erg hartelijk bedankt voor de vragen.
Ik zou zeggen nog heel veel succes en ga straks genieten van je jubileum. Komt goed, dankjewel.